Advent. Tot u, Heer, stijgt mijn verlangen. Op u, mijn God, is mijn vertrouwen. Laat mij dan niet worden beschaamd. Laat mijn vijanden niet triomferen. Wie op u hoopt, wordt nooit beschaamd. Beschaamd wordt die achterloos ontrouw is. Dierbaar mens, u bent door God geliefd en zijn vrede zijn met u. We zijn hier samengekomen om ons voor te bereiden op Kerstmis. Laten wij dat niet alleen doen in eigen naam, maar in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Advent is de oefentijd om de deuren in ons leven te openen, om de grendels weg te schuiven, om ongeziene mensen de kans te geven om op bezoek te komen. Je laat raken door de klank van hun stilzwijgen en het je aantrekken. Advent is de uitgelezen tijd om te midden van het onveiligheidsgevoel God te herkennen als degene die aan jouw deur voorbij komt. De uitgelezen tijd om te leren zien hoe God in deze wereld mens wordt, zichtbaar en voelbaar als ik ben er voor jou. En daarom ook de uitgelezen tijd om samen te zoeken hoe wij aan zijn menswording kunnen meewerken. Daarom zijn we hier bijeen en wij hopen en bidden dat deze viering ons hart mag openen voor de tekenen van zijn komst in onze wereld en in ons leven. Gebed om ontferming. Heer, de donkerste dagen van het jaar komen er weer aan. Ook in ons leven wordt het soms duister en zien wij onze toekomst somber tegemoet. Om ons gebrek aan geloof en vertrouwen in uw woord, ik zal met u zijn alle dagen van uw leven, bidden wij, Heer, ontferm u over ons. Christus, telkens als gij op tocht bent gegaan om uw boodschap van liefde te verkondigen, had ge oog en aandacht voor elke mens en zijn mogelijkheden. Omdat wij op onze levenstocht dikwijls onvoldoende oog hebben voor de talenten en mogelijkheden van onze medemens, bidden wij, Christus, ontferm u over ons. Heer, in deze advent willen wij bewust tijd maken om ons te bezinnen over onze taak in deze wereld. Ook aan ons hebt gij de opdracht gegeven mee te bouwen aan uw rijk van vrede en rechtvaardigheid. Omdat wij in ons doen en laten van elke dag vaak slechts aarzelend antwoorden op uw boodschap, omdat we terugschrikken voor de consequenties die knabbelen aan ons eigen comfort, bidden wij u, Heer, ontferm u over ons. God, laat ons uw tekenen van licht herkennen en maak ons tot mensen van goede wil. Amen. En vrede zij met u. Laten wij bidden. God en Vader, wij danken u voor Jezus, uw Zoon, die net als de adventskaars licht wil zijn voor alle mensen. Wij bidden u, maak ons hart gereed voor zijn komst, versterk onze goedheid en verhoog onze inzet voor mensen in nood. Dit vragen wij u door Christus onze Heer. Amen.
De eerste lezing is uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Broeders en zusters, u weet hoe laat het is. U weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Nu is onze redding dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken van de duisternis en ons toerusten met de wapens van het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte dag en ons onthouden van zwelgpartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en vertroetel uw lichaam niet. Er mogen geen begeerten worden opgewekt. Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Want zoals in de dagen van de zondvloed de mensen aten en dronken, huwden en uithuwelijkten tot de dag waarop Noach de ark binnenging en ze van niets wisten totdat de zondvloed kwam en hem allemaal wegrukte, zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon. Dan zullen er twee op het land zijn. De een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn. De een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Wees dus waakzaam, want je weet niet op welke dag jullie Heer komt. Want je weet, als de Heer des huizes geweten had in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan was hij wakker geweest en had hij het inbreken in zijn huis wel verhinderd. Daarom moeten juist jullie voorbereid zijn, omdat de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht. Tot zover de woorden uit het Heilige Evangelie. Een gezegend nieuwjaar toegewenst. Misschien even een verbaasde blik, maar vandaag begint het kerkelijk liturgisch nieuwjaar, ook wel Advent genoemd. Advent betekent komst en in het kerklatijn uitzien naar die komst, met verwachting en verlangen. Uitzien en verlangen naar een wereld die anders is dan de wereld waarin we nu leven. Naar een wereld die beter is, waar plek is voor iedereen. Waar iedereen de middelen heeft om menswaardig te leven. Iedereen. Ongeacht huidskleur of godsdienst, jong of oud, ziek of gezond, vriend of vreemdeling. Wij christenen zijn medescheppers van God. Dat wil zeggen dat we zelf actief willen
en moetend zijn. Zelf over hun eigen bijdrage aan een nieuwe wereld willen nadenken. Wij christenen hebben eigen verantwoordelijkheid. En die bestaat hierin dat we heel concreet op onze eigen levensplek broederlijk en zusterlijk delen wat we hebben. Nooit de ander misbruiken voor eigen profijt. Altijd de ander gunnen wat wij zelf voor ons leven noodzakelijk vinden. De kerngedachte van het evangelie van vandaag is een oproep tot waakzaamheid. God is in Christus per definitie de komende. God, Hij die is, die was en die komt. God is voortdurend in beweging naar ons toe. Hij komt kloppen op onze deur om maaltijd met ons te houden. Maar horen wij zijn klop? Herkennen we zijn stem? En laten we hem ook binnen? Herkennen we zijn stem in de hemelschreiende tweedeling, arm en rijk? Herkennen wij zijn stem in de angst van mensen in de vele oorlogsgebieden? Herkennen we zijn stem in het leed door allerlei inbreuken op mensenrechten, de ongekende werkeloosheid en generatieconflicten? Herkennen wij zijn stem? Laten wij christenen God bidden door te zien met zijn ogen, te luisteren en liefhebben met zijn hart en te spreken met zijn mond. Hebben wij aandacht voor de zieken, de bejaarden, de eenzamen, de gevangenen, de mensen in nood, de slachtoffers van oorlog en geweld? En doen wij er ook iets aan? Advent, een periode van verwachten en niet van afwachten. Advent is rijkhalsend uitzien naar een nieuw en beter leven voor iedereen. Liefde is de dragende kracht van het Rijk van God. En pas als we elkaar beminnen, kunnen we God beminnen. Advent is dan ook een periode van groeiende liefde. Evangelie is kiezen voor mensen. Mogen het zo in ons groeien. Geloofsbelijdenis. Belijden wij ons geloof in God die met mensen steeds opnieuw wil beginnen. Ik geloof in mensen die tijd maken voor elkaar en de klok in deze jachtige wereld even stil kunnen zetten. Ik geloof in mensen die bouwen aan een nieuwe wereld en de moed niet opgeven om aan Gods schepping te werken. Ik geloof in Jezus die tijd en liefde had voor kansarmen en met een klein woord of gebaar hen nieuwe levenskansen gaf. Ik geloof in God, de schepper van ons bestaan, die veel geduld heeft met ons menselijk falen, maar ons telkens nieuwe kansen biedt. Ik geloof in de Geest, die onze kracht is om mensen in beweging te brengen naar elkaar toe
over tijd en grenzen heen. Ik geloof in God die ons overvloed van het leven wil schenken in tijd en eeuwigheid. Amen. Voorbeden. Een huis is eigenlijk een manier om je te beschermen tegen weer en wind, tegen kou en tegen zon. Maar we gebruiken ons huis of onze kamer vaak om een ander buiten te sluiten. Daarom vragen wij u, God, laat ons huis een thuis zijn waar iedereen binnen mag. Laten wij bidden. Als mensen delen wat ze hebben, is er genoeg voor iedereen. Daarom vragen wij u, God, help ons solidair te zijn en ons bezit te herbekijken. Laten wij bidden. Bidden wij voor allen die met ons meevieren, dat de Adventsboodschap ons hart mag raken en dat wij op onze weg naar Kerstmis niet verdwalen in eigen belang, maar tijd nemen voor God. Dat onze woorden en daden bezield mogen zijn door christelijke naastenliefde. Laten wij bidden. Gezegend zijt gij, bron van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen, een vrucht van de aarde, het werk van mensenhand. Wij vragen u, maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God van al wat leeft. Door uw goedheid offeren wij u deze wijn als vrucht van de wijnstok die mensenhanden hebben bereid. Laat die voor ons worden tot een geestelijke drank. Kom, heiligmaker, barmhartige en eeuwige God, en zegen dit offer dat voor uw heilige naam is bereid. En bid, broeders en zusters, een moment in stilte, dat mijn en uw offer aanvaard zal worden door God de Almachtige Vader. God, maak ons beschikbaar en breekbaar als levend brood voor onze medemensen.
Maak ons genietbaar als tintelende wijn voor hen die vreugde en vriendschap moeten missen. Kom zo bij ons wonen, Heer, dan brengen wij uw rijk van rechtvaardigheid en vrede iets dichterbij. Amen. En de Heer wil bij ons zijn. Openen wij daartoe ons hart en brengen wij hem onze dank. Wij danken u, Heer onze God, om alles wat gij voor ons zijt, schepper en bevrijder, herder van mensen, licht en leven. Wij danken u omdat gij liefde zijt, die onze lotgenoot wil zijn, die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt, die begaan is met ons lijden en onze vreugde deelt. Wij blijven vertrouwen op u, ook als uw aangezicht niet wordt gezien, uw stem niet wordt gehoord en gij machteloos schijnt om ons te helpen. Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed, in leven en sterven, bidden wij, heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse macht, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in de hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in de hoge. Wij danken u, Heer onze God, om Jezus uw Zoon. Hij gaf ons een teken van zijn liefde. In hem is uw vergeving en genezing mens geworden. En bidden wij een moment in stilte om de grote noden van de wereld aan God toe te vertrouwen en om zijn nabijzijn te mogen ervaren. Beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat zij voor ons worden het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus, op wiens woord wij dit vieren. Want hij heeft die laatste avond brood genomen, daarvoor dank gezegd, het gebroken, het zijn vrienden aangereikt met de woorden: neemt en eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Daarvoor dank gezegd en hem rondgegeven met de woorden: drinkt allen hieruit. Deze beker is de beker van het nieuwe verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en velen vergoten wordt tot vergeving van de zonde. En blijf dit doen om aan mij te denken. Samen komen wij tot u, God, met dit brood en deze beker. En wij bidden u, gedenk hem die zich voor ons heeft gedeeld en aanvaard dit als teken van onze toewijding.
Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht, hebt gij, Vader, hem hoog verheven en hem mensenzoon genoemd. Zend nu zijn geest in ons midden, een geest die niet verdeelt, maar samenbrengt, die geloof geeft in de toekomst, vertrouwen in de mens, barmhartigheid en recht. Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden, waar vreugde en toekomst is voor allen. Een wereld waar het goed is te leven. In de naam van Jezus, uw Zoon. Laat ons toe tot de gemeenschap van de heiligen, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren en de heilige pastoor van Ars, patroon van onze kerk in Thailand, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede in Jezus' naam. Door hem danken en eren wij u, Vader, en vervuld van zijn geest zullen wij zijn boodschap verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen. Jezus, op zijn woord gelovend, mogen wij vol vertrouwen bidden tot zijn en onze Vader, met de woorden die hij in ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Als wij ons gedragen weten door zijn liefde en erkennen dat hij de mensen nimmer in de steek laat, zal in ons binnenste angst en stormwind huren. Als wij in hem verankerd rondom ons zijn rust en troost uitstralen, mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Jesaja, een profeet van lang geleden, werd ook geconfronteerd met geweld, onrechtvaardigheid, misdaad, oorlog. Toch voorspelde hij een vrede voor alle volken. Die verwachting nemen wij over en wij bidden: Heer Jezus, gij hebt ons opgeroepen tot verzoening, eenheid en vrede. Vorm ons tot mensen van vrede en schenk ons eens uw eeuwige vrede. En die vrede van de Heer zij altijd met u. En geven wij elkaar teken van Gods vrede. Lam Gods, dat de liefdeloosheid uit de wereld wegneemt, ontferm u over ons en geef ons vrede. En breken wij het brood voor elkaar. Wij breken om te delen, delen om te geven van onze overvloed, onze tijd, onze aandacht, onze zorg,
onze vrede, onze liefde en ons er zijn voor de ander. Wij breken om te delen en delen om samen te leven. Aan deze tafel lopen wij vooruit op wat eens komen zal. Alle mensen samen aan het feestmaal dat God ons bereidt. En zie hier het gebroken brood, het lam Gods dat de liefdeloosheid uit de wereld wegneemt. En bidden wij, Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. En mogen het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus ons die het nuttigen tot het eeuwig leven leiden. Ook u, trouwe kijker, die met ons meeviert, van waar dan ook, wordt van harte uitgenodigd op geestelijke wijze deel te nemen aan de maaltijd van de Heer. Open daartoe uw hart en verlang naar zijn komst. Bezinning. Advent. Wij bidden om waakzaamheid, om een wakkere geest,
dat wij ons niet in slaap laten wiegen door feuilletons en vier kleuren druk in onze brievenbus. Om wakkere handen, dat wij ons hoeden voor slappe handjes door ze te weinig uit de mouwen te steken en ze te veel ongemeend te schudden. Om wakkere voeten, dat we ze niet laten tintelen door in ons eigen kringetje te blijven rondlopen. Om wakkere ogen, dat wij de mensen zien die in de schaduw leven. Dat wij de drogredenen doorzien en de verzwegen informatie. Dat wij alleen vooruitgang noemen waar allen beter van worden. Laten wij bidden. Heer, laat ons ook dit jaar in het licht van de Advent waakzaam en alert het feest en de vreugde van Kerstdag tegemoet gaan. Die dag hebt gij uw Zoon Jezus laten mens worden met de boodschap: mens lief, ik hou van jou. Leer ons onze ogen en oren open te houden voor uw aanwezigheid in ieder van onze medemens. In mensen bij wie wij u misschien het minst verwachten. Amen. Zending en zegen. Op weg naar Kerstmis wens ik u toe dat het kind ons wakend mag vinden, bedacht op het welzijn van wie ons levenspad kruisen. Mogen Gods zegen ons leven tot een zegen voor velen maken. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. En brengen wij tot slot een groet aan Maria. Wees u gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons nu en in het uur van onze dood. Amen. Ga u alle heen in vrede. Het offer is volbracht. En ik wens u een liefdevolle week.